Dames en heren, goede avond. Het is voor de meesten van ons hier aanwezig nog niet zo heel lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Gisteravond bij de uitslagenavond hier, want dit is toch een beetje de dag na de nacht daaraan voorafgaand, om het in goed Nederlands te zeggen. Dat neemt niet weg dat wij vanavond onze reguliere raadsvergadering hebben. Reguliere inhoudelijke raadsvergadering, deze samenstelling van de raad. En daarbij eet ik u vanzelfsprekend van harte welkom. En mijn eerste vraag is en behoort te zijn, kunt u zich vinden in de agenda zoals is voorgelegd? Zijn er nog bespreekstukken waarvan u zegt van nou, dat kan toch een hamerstuk worden? Ja. Ja. De achterban belt waarschijnlijk om te melden dat het inderdaad zo is dat een bespreekstuk een hamerstuk kan worden. Is correct, oké. Okay. Niet het geval, dan stellen we de agenda vast. En kom ik bij het vragenhalf uur. In die voegen dat er geen vragen zijn gesteld in het kader van het vragenhalf uur. Ik denk dat we met z'n allen zo druk zijn geweest de afgelopen periode dat het nu tijd is om even wat rust te nemen met elkaar. En dat is ook heel goed. Ja. Ik kom bij rust in het kader van het vragenhalf uur, mevrouw Bakelaar. Ja, ja. Nee, er wordt geen rust genomen door de politici. Daar ben ik mij zeer bewust. Dan kom ik bij agenda punt 3. Het vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 22 februari 2018. Hierbij vastgesteld. Ingekomen stukken en voorstellen naar aanleiding van ingekomen stukken. Ook niet, leidt ook niet tot vragen en opmerkingen. Ik kom tot de mededelingen vanuit het college van BMW. En ik wil mevrouw Lagas het woord geven om een mededeling te doen. Er zijn twee mededelingen uit het college. Ja. Even de volgende mededeling voor u. We hebben in januari een discussie gehad over de verduurzaming van de carousel. Daar zijn de nodige vragen gesteld vanuit de raad. Wij zijn volop in onderzoek naar een aantal zaken die toen bij u opgekomen zijn. Ook naar aanleiding van het bezoek wat we aan de carousel hebben gebracht. We denken dat volgende week af te kunnen ronden. En daarna komt er een raadsbrief naar u toe over de vervolg van deze aanpassing. Dank u wel, wethouder. Als u het goed vindt, doe ik de tweede mededeling van deze kant. Bij de begrotingsverhandeling van het afgelopen jaar, voor het jaar 2018, heeft u gelden beschikbaar gesteld voor de organisatieontwikkeling binnen de BOH. Ik kan u melden dat binnen het dagelijks bestuur van de BOH afspraken zijn gemaakt over het terugstorten van de ontwikkelgelden aan de beide gemeenten, zowel het incidentele als het structurele deel. Dat moet in een wijziging, wederom in een begrotingswijziging, en u krijgt een zienswijze toegestuurd, zodat het verdere proces kan worden afgewikkeld. Dus ik wil u dat melden. Dan kom ik bij agenda punt 6 als onderdeel van de hamerstukken. En er is inmiddels een hamer voor mij neergelegd en mij is ook het dringende verzoek gedaan om te gaan afhameren. Dat ga ik dan als nu voor thee doen. Begin ik bij agenda punt 6, de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2018, vastgesteld. Agenda punt 7, aanpassing reglement van orde gemeenteraad met bepalingen over integriteitstoets wethouders, vastgesteld. De invoering van het besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen is dan ook vastgesteld. De vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied, herziening Oude Zolseweg en Nieuweweg 15 tot realisatie van een nieuw erf met twee woningen aan de Oude Zolseweg, Vinkenbuurt, vastgesteld. Ik kom bij de vaststelling van het bestemmingsplan partiële herziening buitengebied, Vechtoevers Zuid in Ommen, vastgesteld. Agenda punt 11. Follow-up verslagjaar 2017, horizontale verantwoording, informatiebeheer van de gemeente Ommen, is daarbij ook vastgesteld. En dan komen wij bij de bespreekpunten. En
eerste bespreekpunt, en dat gaat heel snel zoals u ziet, is agenda punt 12, plan van aanpak herinrichting Suringstraat, Julianastraat. Wie van u mag ik daar over het woord geven? Meneer De Ruiter, anderen nog? Meneer Wind? Dan gaat het woord naar meneer De Ruiter en daarna meneer Wind. U heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Tijdens de raadscommissievergadering 2 weken geleden hebben wij gevraagd om dit op bespreekstuk te laten zijn. We hebben ook gevraagd om informatie met betrekking tot snelheid op het betreffende traject, snelheidsmetingen. Die informatie hebben wij onlangs gekregen. Dank daarvoor. En mede gelet op die informatie wil de VVD-fractie aangeven ervan uit te gaan dat er geen tot zeer beperkt maatregelen zullen worden genomen die een snelheidsremmend effect behogen op dit traject. En wij willen als fractie graag actief betrokken worden en op de hoogte gehouden worden van de maatregelen die daarvoor in acht worden genomen. En kan de wethouder ons toezeggen deze informatie tijdig te verstrekken? Dat is mijn vraag op dit moment. Dank u wel, meneer De Ruiter. Dat is een vraag. Meneer Wind, vraag aan de wethouder. Meneer Wind. Ja, voorzitter, dank u wel. Meneer de voorzitter, de algehele verkeerssituatie in Ommen is veel ommenaren een doorn in het oog. De situaties bij de brug, op de markt, Julianastraat en Schuringstraat of langs de rondweg worden als hinderlijk dan wel onveilig ervaren. Bijna overal waar je als raadslid komt, moet je uitleggen dat de huidige situatie slechts een tijdelijke situatie zou moeten zijn, omdat bijvoorbeeld de aanpassing van de 340 nog uitgevoerd moet worden. Maar als ChristenUnie zijn we er zelf zo langzamerhand ook steeds minder van overtuigd of we ooit wel een acceptabele situatie zullen gaan bereiken. Door economische vooruitgang neemt de verkeersdruk immers hard toe en doordat iedereen steeds drukker lijkt te worden, is men steeds minder bereid om tijd te besteden aan langere hoofdroutes en schiet men liever binnendoor. Sluipverkeer heet dat zoals u weet. Ik moet zeggen, de provincie pakt dit probleem handig aan. Nu de N34 vanaf Witte Paal naar Hardenberg dicht is, heeft men op de parallelweg camera's opgehangen met daarbij grote borden waarop staat: kentekenregistratie, geen sluipverkeer. Ik weet niet of er ook daadwerkelijk beboet wordt. Misschien zijn het wel dummycamera's, wie zal het zeggen. Maar ik denk dat de borden en de camera's alleen al preventief genoeg werken om sluipverkeer af te schrikken. Of dit ook een mogelijke oplossing voor de problematiek in Ommen zou kunnen zijn, valt natuurlijk te betwijfelen. Maar ik vond dit voorbeeld te mooi om te laten liggen. Misschien is het wel iets waar we in een aangepaste vorm wat mee zouden kunnen. Voorzitter, de ChristenUnie is in dit kader blij met het voorstel zoals dat nu op tafel ligt wat betreft de aanpassing van de Julianastraat en Schuringstraat en de aanpassing van de aansluiting van de Vassende Dijk hierop. We hopen van harte dat we hiermee ook het gewenste effect bereiken, namelijk dat er minder gebruik gemaakt wordt van deze routes en meer van de rondweg. Het prijskaartje dat eraan hangt vinden we nogal fors en ook is er weinig zicht op de kosten, op de extra kosten die hier mogelijk nog aan verbonden zijn. Maar we nemen aan dat we over deze extra kosten pas gaan beslissen als het definitieve ontwerp van de reconstructie voor ligt. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wind. Dan geef ik het woord aan wethouder Katerberg. Ja, dank u, voorzitter. Ik begin maar met meneer Wind van de extra kosten. Volgens mij hebben we in de commissie dat nadrukkelijk aan de orde gehad en heb ik dat toegezegd van dat het budget wat er stond, dat taakstellend is. Dus ik ga op dit moment niet uit van extra kosten. Dan de heer De Ruiter van de VVD. Ook uw vraag is in de commissie aan de orde geweest. Het is met name gesteld door de heer De Jonge van de VOV. En ik heb daarop aangegeven dat zodra er sprake is van misverstanden, oneenigheid tussen de uitvoerders intern en de omwonenden, dat ik de raad daarover zou informeren. En bij die toezegging zou ik het ook willen laten.
Dank u wel. In tweede termijn, meneer Ruiter. Ja, dank u wel. Een van de argumenten destijds waarop, op basis waarvan besloten is om die, bedrag te reserveren waar we het nu over hebben, is dat het een racebaan zou betreffen. Ik wil echt met klem zeggen dat onze ervaring uit de stukken die we onlangs gekregen hebben van een racebaan geen sprake kan zijn. Daar wou ik het even bij laten. Mag ik u dan vragen of u tevreden bent met de mededeling van de wethouder op dit? Ja. Ja? Oké, dank u wel. Meneer Wind? Geen inbreng of geen reactie, dank u wel. Wenst een van de leden van de raad stemming over dit onderwerp? Dat is niet het geval. Dan is het plan van aanpak herinrichting Schuringstraat, Julianastraat vastgesteld. En komen wij bij agendapunt 13, de verhoogde asielinstroom nieuwkomers in Ommen. En dit gaat hier over het beschikbaar stellen van het financiële kader. Wie van u mag ik het woord geven? Mevrouw Makkinga. Wie nog meer? Ja, meneer Van der Mooren, mevrouw Schunselaar. Dan heb ik niemand vergeten. Nee? Mevrouw Makkinga, dan de heer Van der Mooren en dan mevrouw Schunselaar. Ja. Ja, hij doet het toch. Voorzitter, ja, we willen inderdaad vanuit CDA een aantal opmerkingen maken bij dit stuk. En wij waren even in vertwijfeling van blijven we nu zitten, maar volgens mij is de raadsvergadering, dus we gaan er mooi bij staan. Het is een stuk, voorzitter, als het gaat om dat de asielzoekersinstroom, dat het CDA na aan het hart ligt. En een goede en adequate opvang en integratie van nieuwkomers in Ommen is natuurlijk ook uitermate belangrijk. En het doet ons dan ook deugd dat er nu een gewijzigd raadsvoorstel ligt. Een gewijzigd voorstel dat ons inziens zich echt richt op het opstellen van een heldere plan van aanpak. Het opstellen van duidelijke indicatoren, zodat we inderdaad de gewenste effecten kunnen monitoren. En dat ook het bespreken van het conceptplan van aanpak aan de orde komt in een informatiebijeenkomst met de nieuwe raad. En we horen nog graag van de wethouder of hij inderdaad ook het vervolgtraject ook zo ziet. En wat betreft dat plan van aanpak willen we ook nog wat punten meegeven bij de uitwerking. Om inderdaad, we hebben dat in de commissie ook aangegeven, nog eens kritisch te kijken of die aanjager of verbinder, of die inderdaad de plek moet krijgen in de BOH of dat het juist een plek zou moeten zijn midden in de samenleving, bijvoorbeeld bij een welzijnsorganisatie of bij vluchtelingenwerk. Om daar nog eens even kritisch de vinger bij te leggen van wat is de goede plek om inderdaad die functie die de persoon in kwestie heeft ook goed te kunnen vervullen. Een tweede punt is, dat betreft om ook in het plan van aanpak aan te geven, naast de taalcoaches die al benoemd zijn en het inzetten van ervaringsdeskundigen, welke rol of welke bijdrage is weggelegd voor vooral ook de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties. Bij de Bestenbergen en de tijdelijke opvang hebben we daar hele goede dingen van gezien. En wat de CDA betreft is het ook juist het punt om in dit plan van aanpak hun een plek te geven, of in ieder geval aan te geven hoe wij dat zien. En als derde punt, ook hoe de Ommer samenleving, en dat sluit natuurlijk ook bij die vrijwilligersorganisaties aan, hoe de Ommer samenleving wordt meegenomen in dit hele plan. Want integreren doe je niet alleen, want integreren doe je juist samen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Makkinga, de heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook ik ben niet blijven zitten, zoals u ziet, maar ik oefen alvast maar even. Meneer de voorzitter. Het doet de fractie van de ChristenUnie een groot genoegen om te merken dat de aanpassing van raadsvoorstellen tussen de commissie en de raadsbehandeling inderdaad mogelijk is. Dat willen wij in ieder geval noteren. Dat is bij dit agendapunt dus het geval. De portefeuillehouder heeft heel goed geluisterd en de reacties in de commissie zijn verwerkt. De portefeuillehouder heeft gelet op het stuk daar ook zijn voordeel mee gedaan. En dat biedt misschien wel verwachtingen voor de directe toekomst. Ik kan kort zijn wat betreft ons standpunt over dit onderwerp, meneer de voorzitter. Het is een goede zaak om een taak die we als gemeente hebben betreffende de nieuwkomers, om met extra middelen van het Rijk aan de gang te gaan om die taak ook goed uit te voeren. Uit de beantwoording door de portefeuillehouder hebben we goed begrepen dat het alleen gaat om de inzet van dit budget. Laat de aanjager maar aan het werk gaan. Wel
stellen wij als voorwaarde, dat hebben we in de commissie ook wel aangegeven, dat we als raad goed geïnformeerd zijn over de materie inburgering en wat daarmee samenhangt met die nieuwkomers. En uit de commissiebespreking bleek ons dat gemakkelijk zaken door elkaar lopen, wellicht door gebrek aan voldoende inzicht. Daarom de genoemde voorwaarden, bestaande uit de al gedane toezegging van de tegenwoordige portefeuillehouder, om een informatieve bijeenkomst te laten beleggen waarin ook vluchtelingenwerk en samen doen met name de raad dat inzicht geven dat nodig is om TZT de nodige besluitvorming te kunnen vormen, nodige de verantwoorde beslissingen te kunnen nemen. Uit het contact met vluchtelingenwerk overigens, meneer de voorzitter, is ons gebleken dat vluchtelingenwerk zeker bereid is om hieraan aan mee te werken. Maar dat zal de portefeuillehouder ook niet helemaal onbekend zijn. En in het kader van samenwerking verbaast het ons wel dat van het onderwerp dat nu aan de orde is niet iets bekend was bij vluchtelingenwerk. Inhoudelijk zouden wij ook nog wel wat opmerkingen hebben bij dit onderwerp, maar ik heb het eigenlijk al impliciet of geloof zelfs expliciet gezegd dat het nu niet het moment is om op die inhoud in te gaan, maar dat we als het rapport van aanpak, plan van aanpak er ligt, om dan inhoudelijk ons verder hiermee bezig te houden nadat dus een informatiebijeenkomst is gehouden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van den Morgen. Mag ik dan mevrouw Schunselaar het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het gaat vanavond over de integratie van nieuwkomers. En de bijdrage van het Rijk, dat is helder, maar de vraag is gewoon, hoe gaan we daarmee aan de slag? Hoe zetten we deze middelen in? De brief van de participatieraad is helder. Die zegt gewoon op een gegeven moment, ja, er moet ook sprake zijn van een sanctiebeleid. En ze onderbouwen, de participatieraad onderbouwt dat ook gewoon uitstekend. En de VVD is het hiermee eens. Hiermee willen wij geen negatief signaal afgeven, maar juist een stimulans laten blijken naar verdere stappen om zodoende die integratie, die noodzakelijke integratie, op basis van het plan van aanpak, waarover vanavond al gesproken is, op basis van een goed plan van aanpak, om dan de zaak mee aan te jagen, vind ik een te slecht woord, aan te sporen om te zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. Want ieder weet, integreren is een proces. Een proces wat soms vooruit gaat, soms een stapje terug doet, maar ook wat een proces wat een steuntje in de rug nodig heeft. En dat kan dan wel gewoon, dat niet het negatieve signaal, maar gewoon van we moeten ermee aan de slag, we gaan er ook mee aan de slag, maar dat schept ook wel wat verplichtingen. Het is vanavond ook al gesproken over informatiebijeenkomsten. Nou, de VVD is het roerend mee eens dat dat moet gebeuren, dat het had moeten gebeuren. Maar ook dat het wel eens vaker zal moeten gebeuren. Deels om begrip te kweken tussen de nieuwkomers en de onderbevolking, de raadsleden. Deels ook om vinger aan de pols te houden. Deels ook om bij een iedere besef meer vorm te laten gaan waar het nu eigenlijk om gaat. Wat we willen bereiken, want uiteindelijk we willen samen iets bereiken. Want, en ieder weet het gewoon, begrip voor elkaar kan in ieder geval meer positief worden dan de houding van de hakken in het zand. En wij willen gewoon positief ten aanzien van de integratie zijn. En tot slot, voorzitter, is huisvesting een heel belangrijk item. Belangrijk voor de statushouders, want we weten allemaal, een dak boven je hoofd is gewoon een fantastisch iets. Is ook een noodzakelijk iets. Maar het is ook belangrijk dat de huisvesting ook goed besproken wordt. En dat is ook belangrijk voor de inwoners hier in Ommen. Want ook zij moeten gewoon weten van, want anders krijg je de signalen, ja, waarom kunnen de statushouders wel een woning krijgen? En waarom kunnen wij, die al zo lang op de wachtlijst staan, geen woning krijgen? Nou, daar moet gewoon heldere afspraken over zijn onderling. Nou, de portefeuillehouder weet hoe die daarmee aan de slag moet gaan. Althans, daar ga ik vanuit. En ik heb daar ook echt alle het gevoel bij dat dat goed komt. Maar het moet wel een open communicatie zijn. Daarmee hou je de zaak veel beter onder controle. En daarmee zorg je dat het proces van integreren, dat dat goed gaat verlopen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Schunselaar. Dan geef ik het woord aan wethouder Schelen. Ja, dank u wel, voorzitter.
Nou, allereerst natuurlijk dank voor het gegeven compliment over de procedure hier van de Mooren. Dat geef ik graag door aan de ambtenaren die dit snel ter hand hebben genomen. Ik ben het erg eens met de redeneerlijn van mevrouw Markinga. Dat is ook precies de bedoeling. Wat wij doen is een aanjager aanstellen die zeg maar integraal aan de slag gaat, partijen bij elkaar brengt en een plan opstelt. Waar we inderdaad ook proberen wat preciezer te zijn over de resultaten met indicatoren. En wij zullen zorgen dat dat zeg maar ook dit najaar kan worden besproken. Ik zie de bijdrage van u allen eigenlijk, ook trouwens in commissieverband, als op maat van goh, geef al deze onderwerpen ook een plekje in dat plan. Dat zijn er nogal veel. Ik ben het overigens met de heer Van der Moor wel eens dat er snel verwarring mogelijk is. Ja, dat is ook wel begrijpelijk, omdat natuurlijk, kijk, elke statushouder is natuurlijk ook een inwoner van Ommen. Die komt dus ook in aanmerking voor de reguliere regelingen. Dus wat we hier doen zijn de extra's. En daar moeten we een goed plan voor maken. Gericht met name op taal en op weg naar werk. Ik ben het ook erg eens met al diegenen. Mevrouw Makga, die had daar een warm pleidooi voor. Om ook het vrijwilligerswerk daarin een rol te geven. Dat is zeker waar. Het is niet voor niets dat met name de taalcoaches ook heel vaak vrijwilligers zijn. En ook opgehangen zijn aan weliswaar vluchtelingenwerk. Maar juist al die vrijwilligers doen daar verschrikkelijk goed werk. Dus dat gaan we zeker meenemen. Ja, en er waren ook diverse pleidooien om de communicatie niet alleen naar de asielzoekers, of naar, sorry, de statushouders zelf te doen, maar juist ook naar de ommersamenleving. Ik denk dat dat ook een heel goed punt is. Integreren doe je aan langs twee kanten. En zo is dat ook. De informatiebijeenkomst zullen wij dus proberen te regelen. Dat doen we samen met de agendacommissie natuurlijk. Uiteraard nodigen we daar ook vluchtelingenwerk en samen doen erbij. Ik denk dat ze erg blij zullen zijn om hun verhaal eens even te kunnen doen. Nou, en als gezegd, de items, zoals mevrouw bijvoorbeeld Sunselaar die noemde, nemen we graag mee in het plan. Tot zover. Dank u wel, wethouder. Ik kijk naar mevrouw Makkinga. Nee. Dan kijk ik naar meneer Van der Mooren. Mevrouw Schunselaar. Ja, prima zo. Dan maak ik uit uw blikken op dat wij dit kunnen vaststellen. Dan stel ik hiermee de aanpak verhoogde in asielinstroom nieuwkomers en Ommen vast. En dan komen wij bij agenda punt 14. En dat betreft het overdragsdocument 2018. En ik zou de heer Van der Mooren willen uitnodigen, want ik heb begrepen dat hij gaat overhandigen. Meneer de voorzitter, hier staat geen naam bij. Stip. Ah. Maar dan kondig ik u nog even aan. Meneer Van der Mooren, ik geef u het woord. Ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik sta hier in de functie van plaatsvervangend raadsvoorzitter, heb ik begrepen. En ik heb ook begrepen dat ik u wat mag overhandigen. En ik zou u graag willen aanspreken als meneer de burgemeester, als meneer de raadsvoorzitter, als meneer Vrome en als beste Hans. Dan denk ik dat ik het meeste van u wel heb genoemd. Het is mij een groot genoegen, zoals dat heet, om u een overdrachtsdocument aan te bieden. Dat is zo langzamerhand geen document meer, maar een werkelijk boekwerk. Ik zie hier ook een ISBN-nummer zie ik hier staan. Het is voor de derde keer dat zo'n exemplaar, nou niet dit exemplaar natuurlijk, want ook dit is uniek en behoorlijk zelfstandig. Voor de derde keer dat dit wordt overhandigd, wordt uitgereikt. Zo gezegd, het overdrachtsdocument wordt overgedragen. En ik zie dat niet staan. Ik dacht wel dat ik die aanwijzing had doorgegeven. Dat het niet alleen een overdrachtsdocument is, maar ook een handboek voor het nieuwe raadslid van Ommen. Overigens niet alleen voor het nieuwe raadslid, ook voor de oude raadsleden, of de oud-raadsleden moet ik zeggen, heb ik geleerd. De oud-raadsleden, die opnieuw worden benoemd, want er wil in de loop van de tijd nog wel eens wat wegzakken. En die kunnen dat dan ook weer nalezen in zo'n document. Maar wat heb je eraan als er niet wordt gehandhaafd? En daarom, ik doe geen voorstel voor budget, zult u begrijpen. Daar ga ik ook niet over. Ik weet niet wie hier wel over gaat, maar ik in ieder geval niet. De B-meester.
En B-meester is in dit geval ook de burgemeester. Maar niet alleen de burgemeester, maar ook, en u mag mij betichten voor een woordspeling, hè, dat zijn het ook. Er zijn hier wat meer meesters in deze raad, maar er is maar één B-meester wel bovenmeester. En dat is weer dezelfde Hans Vrome. En die kreeg dit document ook om aan de hand van dit document na te gaan of elk van ons, althans in de nieuwe raadssamenstelling, wel doet wat hierin staat. En het zou nauwlettend gecontroleerd worden, althans als hij voldoende budget heeft en voldoende tijd. In ieder geval is het mij een groot genoegen om u dit te overhandigen. En wij hebben geheel spontaan afgesproken om dat te doen hier in het midden van de arena. Ik zal dan ook wat harder gaan praten als ik daar sta. Goed. Meneer Van Oort, dank voor de overdracht van het overdrachtsdocument. En dank u in u de plaats van het voorzitter, maar daarmee natuurlijk ook deze raad, die een overdrachtsdocument beschikbaar stelt voor de nieuwe raad. En daar ben ik heel erg blij mee, dat een traditie is, een gebruik is, omdat daarmee ook hetgeen geleerd is in een periode kan worden overgedragen aan een volgende raad in de volgende periode. En het lerend vermogen kan nog worden versterkt, omdat het in de regel wel zo is dat leden van de ene raad ook weer in de volgende raad komen. En dat is ook het mooie van het doorgeven van kennis. Waarom vind ik dit een belangrijk document? Omdat het heel veel laat zien, zoals ik juist al aangaf. Maar omdat het denk ik ook nog aanknopingspunten biedt voor discussies die uw raad de komende periode zou kunnen voeren. Op weg naar het zijn van een raad in een weer nieuwe omgeving. En ik zou drie elementen daarbij willen noemen die een rol spelen. Kijkend naar verkiezingsprogramma's, kijkend naar maatschappelijke ontwikkelingen, dan zie ik dat er een grote behoefte is om meer ruimte te geven aan de samenleving. Ruimte te geven aan initiatieven en aan oplossingen die uit de samenleving komen. En dat betekent in mijn optiek ook iets voor de raad. En voor de wijze waarop de raad opereert. Het betekent ruimte geven aan samenleving, maar ook aan de samenleving, maar ook vertrouwen hebben in de uitkomst die op tafel komt. En dat kan betekenen dat de raad op enig moment terughoudend zou moeten zijn. En terughoudendheid is altijd een grote wijsheid, heb ik geleerd. En ik zou het waardevol vinden als u in de opstap naar de nieuwe raadsperiode dat eens met elkaar zou willen meenemen. En ik lees ook heel veel handvatten in het overdrachtsdocument zoals ik dat juist heb ontvangen. Want ja, u begint mij waarschijnlijk al een klein beetje te kennen. Ik ben stiekem toch wel benieuwd wat ik ga krijgen. Dus ik heb het ook wel even gelezen, zodat ik weet wat ik aanpak. Dat was alleen anders afgelopen week in Lemelen toen ik een CPO-vereniging overhandigd kreeg. Toen ben ik wel. Maar in de regel is dat toch anders. De tweede reden waarom ik blij ben met het document is om, en dat kan niet voldoende gezegd worden in mijn beleving, is dat de Raad het richtingbepalende orgaan is in onze lokale democratie. En dat is belangrijk omdat dat duidelijk maakt dat het politieke debat in de raad moet worden gevoerd in onze Ommense raad. En als ik dat opmerk, dan wil ik u daar ook nog een observatie bij geven. Het zou ook goed zijn om het debat in de raad te voeren, aan de voorkant in de raad te voeren. En ik zou u op willen roepen in het nadenken over de nieuwe periode ook het debat in de raad centraal te stellen. En het debat tussen raadsfracties en het college wat meer op de achtergrond te laten raken. Ik denk dat het de positie van de raad kan versterken. En tot slot
Ik wilde zeggen, dames en heren. Ja, dat mag de voorzitter, mag dames en heren zeggen. Tot slot, dames en heren. Wij zijn ons allemaal zeer bewust dat de gemeente Ommen zich in een situatie bevindt op weg naar een nieuwe organisatie, een nieuwe gemeentelijke organisatie. En dat betekent ook een nieuwe positionering van de gemeente in de Ommense gemeenschap, midden in de samenleving. En dat betekent ook dat wij in de organisatie die wij nodig zullen hebben naar de toekomst toe, ook mensen zullen hebben werken en zullen vragen om voor ons te gaan werken die ook midden in die samenleving staan. Die initiatiefrijk en creatief zijn, zoals vele van onze medewerkers zijn. Maar het zal nog meer accent moeten krijgen in onze nieuwe gemeente. Maar ook medewerkers die kunnen samenwerken met onze inwoners, met organisaties, met maatschappelijke partijen in onze gemeente en om onze gemeente heen. En dat zal een organisatie zijn die moet leren. En ik heb altijd geleerd dat je alleen maar leert door te vallen. Af en toe te vallen. Natuurlijk niet altijd, maar af en toe behoort dat er wel bij. En het is belangrijk om ook ruimte te geven aan onze nieuwe organisatie om af en toe eens te vallen en dan weer op te staan. Maar ook te realiseren, ook als raad ons te realiseren dat dat bij een proces van ontwikkeling hoort. En dat dus ook betekent dat je als er gevallen wordt niet moet roepen, oh jee, je valt, het mag niet meer. Maar de hand moet uitsteken en ruimte geven om verder te ontwikkelen. Ik denk dat dat ook een belangrijke vraag is die de raad zich de komende periode zou moeten stellen in het licht van de ontwikkeling van onze nieuwe gemeentelijke organisatie. Ik doe u dan ook die uitnodiging om in de voorbereidingen waar u de komende weken mee bezig zult zijn van de komende raadsperiode, om daar ook aandacht aan te geven. En ik vind veel basis in het overdrachtsdocument zoals ik dat juist heb aangereikt gekregen. Mijn uitnodiging is dan ook om binnen uw raad de discussie te voeren over uw eigen rol. Uw rol in relatie tot de samenleving en ook uw rol in relatie tot het college. Omdat ik meen dat als u die discussie voert en wij met elkaar die discussie kunnen voeren, dat wij een nog duidelijker en steviger positie kunnen krijgen als raad, als het politieke forum van debat in onze lokale gemeenschap. Dank meneer Van der Moren voor de overdracht van het document. Ik wilde geen bovenmeester zijn, maar ik had toch behoefte om u dit mee te geven. En ik kom dan vervolgens bij agenda punt 15. En ik weet dat ik dan nu de vergadering zou kunnen gaan sluiten. Maar ik wijs met name het publiek erop dat we op maandag 26 maart een eerste openbare startbijeenkomst hebben over de coalitieonderhandelingen, waarbij ik u graag uitnodig. En op dinsdag 27 maart afscheid zullen nemen van een aantal raadsleden. En ook het onderzoek van de geloofsbrieven voor de nieuwe raad zullen laten plaatsvinden. En zo ziet u dat bij de sluiting van de vergadering ook elk einde weer een nieuw begin is. En ook voor dat nieuwe begin nodig ik u graag uit. En dan sluit ik deze vergadering. Dank u wel.